Rechter Dinesh Seoratan heeft de decembermoorden strafzaak uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Vandaag heeft advocaat Erwin Kanhai, de raadsman van hoofdverdachte Desi Bouterse, de militaire rechter Dennis Kamperveen gewraakt. Wraking is een procedure bij de rechtbank die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Kanhai stelt dat er getwijfeld kan worden aan die onpartijdigheid van het Hof, omdat kolonel Kamperveen een bloedverwant is van André Kamperveen, een van de slachtoffers van de decembermoorden. Het Hof moet deze zaak onderzoeken. Omdat de wetgever die ruimte heeft gelaten. De wetgever zegt dat je in elke stand, zodra dat feit bekend wordt, dat je in elke stand deze rechtsfiguur kan opwerpen. En, wat zegt u? Nee. Er gaat een kamer samengesteld worden en dan wordt die wraking behandeld en beoordeeld. Als het wordt aangenomen dat er een hele andere kamer samengesteld gaat worden. Nee, er wordt een andere kamer samengesteld en meneer Kamperveen doet dan niet meer mee als het wordt aangenomen. En ik begreep ook dat u aangaf dat de heer Kamperveen als kolonel alleen maar geïnteresseerd was in de omstandigheden van slachtoffer Kamperveen. Dat is uit de descente gebleken toen we de plaatselijke opname hadden. Enige tijd terug. De vragen die hij stelde, dat is ons opgevallen. En we zijn toen gaan onderzoeken wat de familierelatie is tussen André en hem. En we hebben dat gevonden. Kanhai zegt dat tijdens de gerechtelijke schouwing van 29 november in het Fort Zeelandia is gebleken dat kolonel Kamperveen alleen interesse leek te hebben in informatie over André Kamperveen. Hieruit zou blijken dat de militaire rechter partijdig is. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, zegt dat er enige vertraging in het proces ontstaat door de wraking die Kanhai heeft opgeworpen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het aan het begin van het proces zou gebeuren. Met name op de vermeende familierelatie. Dat is toen niet gebeurd. Nu wordt dat verzoek alsnog gedaan tijdens het proces. En is eigenlijk de enige grond waarop ze dat kunnen doen, is niet de familieband. Want die was er al, die was hun al bekend en dat hadden ze dus eerder moeten wraken. Maar de vermeende partijdigheid, omdat de rechter tijdens het proces, met name tijdens de schouw, bepaalde vragen gesteld zou hebben. Ja, nogmaals, het is mijn eigen mening. Ik vermag dat verband niet te zien tussen de aard van die vragen. Nog los van het feit dat het niet juist is dat dat de enige vragen waren van die rechter. Maar laten we dat zelfs aannemen, dat dat de enige vragen waren. Dan nog zie ik geen één-op-één relatie naar de conclusie dat, dat hier sprake is van partijdigheid. Esset merkt verder op dat het aan het Hof ligt om te oordelen over de verdere gang van de strafzaak. Er kan aan de hand van de vragen van kolonel Kamperveen geen conclusie worden getrokken dat die partijdig is in het proces. Esset zegt zich weinig zorgen te maken over hetgeen Kanhai en zijn cliënt hebben opgeworpen. Desi Bouterse was vanmorgen niet aanwezig op de zitting.